Minister Ramadien gaat in op COVID-19 in kinderen. Verschillende plekken onder water. Gratis mobiel internet voor het onderwijs. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. In de uitzending van gisteren heeft kinderarts Kloof gezegd dat er vanaf vorig jaar slechts 2 kinderen ernstig ziek zijn geworden door COVID en opgenomen moesten worden. Deze uitspraak heeft hij gedaan naar aanleiding van de persconferentie van zondag, jongsleden, waar er is gezegd dat er vanaf maart 30 kinderen zijn opgenomen met COVID en 1 kind op de intensiefkeer ligt. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadien, bevestigt dat wat er tijdens de COVID-persconferentie is gezegd, niet helemaal klopt. We hebben inderdaad gezegd vanuit het ministerie, er zijn ook kinderen besmet geraakt, niet nu. Er zijn kinderen vanaf de start van de COVID in Suriname, zijn bij 523 kinderen besmet geraakt. Die informatie heb je gezien bij de kinderarts. Die hebben ook met mij overleg gehad voordat de statement is gedaan door de kinderarts. Het zijn twee manieren hoe je kan kijken ernaar. Eén is, en ik zie het helemaal niet als een ontevredenheid van de kinderartsen, het is ook niet een manipulatie van data of informatie. We willen absoluut niet verkeerde informatie geven aan de samenleving, dat doen we nooit. En daar zal ik ook geen voorstander van zijn. Het is wel belangrijk om de juiste data en de juiste kant van het verhaal van beide kanten eigenlijk te zien. De minister zegt dat de kinderartsen heel belangrijk zijn om te monitoren hoe de situatie gaat met de kinderen. Het is een overleg met het ministerie. Als het gaat om overleg, dat doen we zeker op allerlei manieren. Maar nogmaals, we zijn blij dat er geen kinderen zodanig ziek geworden zijn nu op dit moment dat we zien dat kinderen zijn overleden. Maar hij zegt, die derde golf waarin we nu zitten, dus het toename van aantal gevallen, gaat wel verschillen met de tweede golf en de eerste golf. Waarom? Misschien, en er is een reële kans, dus er is een grote kans, dat bij deze golf we kinderen ook besmet gaan zien raken, die misschien ook nog erg ziek zullen worden. En daarom, we houden van onze kinderen. Onze buurland Brazilië geeft aan dat er kinderen overleden zijn aan het coronavirus met het Manaus variant. Dr. Kloof van het Academisch Ziekenhuis zegt dat het onderzoek naar dit variant bij kinderen nog gaande is. En gesproken over de Manaus variant, in Brazilië hebben ze een heleboel kinderen gehad, in totaal 2000 kinderen, die zijn overleden ten gevolge van luchtwegproblemen. Maar ze hadden niet genoeg materiaal om te testen, om te weten waardoor ze zijn overleden. Zijn ze overleden doordat ze bijvoorbeeld longkrachten hadden van de COVID? Of misschien door een zeldzame variatie, een immuunrespons, die optreedt nadat je COVID hebt? Dat weten ze niet. Dus het onderzoek, dat volgt nog. De minister zegt dat het besluit om de scholen nog langer dicht te houden te maken heeft met het feit dat de kans op verspreiding hoger wordt als veel kinderen bij elkaar zijn. Je moet niet naar school gaan nu. Je mag niet, het is gesloten. Waarom? Omdat op één school 300-400 kinderen bij elkaar komen. Maar niet alleen kinderen, ook volwassenen. En het is een mogelijkheid dat als je op school bent, kinderen met elkaar spelen. Kinderen spelen. Kinderen houden zich niet strak aan de regels. We zijn allemaal kinderen geweest. We willen niet spelen. We willen ook leren, maar we willen ook spelen. We willen met elkaar bezig zijn, et cetera. En daar kan je bij mogelijke aanzienlijke personen met Manaus variant of andere varianten ook besmetting krijgen. Dus we hebben gezegd, laten we die plek waar mensen bij elkaar komen, kinderen vooral, sluiten. Zuurstof gemaakt op de planeet Mars en verschillende plekken in Paramaribo onder water. Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblok. De grote regentijd is begonnen en delen van de kustvlakte liggen weer eens onder water. Het heeft de afgelopen dagen hard geregend en het heeft voor veel wateroverlast gezorgd. Sommige straten staan vol water en worden vermeden. Daardoor ontstonden er files en omdat er ook nog stapvoets werd gereden, werden de problemen in het verkeer alleen maar groter. Ook in Albina waren de straten onder water gelopen.
De grote regentijd loopt van half april tot half augustus met de maanden mei en juni als de piekmaanden. Ken jij de verkenner genaamd Perseverance nog? Nou, het is het apparaat gelukt om zuurstof te maken op de planeet Mars. Het is de eerste keer dat er zuurstof gemaakt is op een andere planeet. De laag lucht, anders gezegd atmosfeer, om Mars heen bevat geen zuurstof zoals hier op aarde, maar bestaat voornamelijk uit een andere stof genaamd koolstofdioxide, een stof dat de mens eigenlijk alleen maar uitademt. De verkenner wist de koolstofdioxide om te zetten in zuurstof door middel van een apparaat genaamd MOXIE. MOXIE betekent Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Grof vertaald is dat Mars ter plekke zuurstofhulpbronnen experiment. Met de hoeveelheid die is gemaakt, zou het voor een astronaut mogelijk zijn om ongeveer 10 minuten lang te ademen. Ruimtedeskundigen van NASA zijn erg blij met het behaalde resultaat. De uitkomst van dit experiment kan goed van pas komen voor de mensen die in de toekomst naar Mars gaan. Dankzij het ter plekke kunnen maken van zuurstof, zal de astronauten daarvoor een lange tijd kunnen blijven en niet op vrachtraketten met zuurstof hoeven wachten. Free data voor het onderwijs is een feit. Door middel van een speciale verbinding voor mobiel internet van Telesuur kunnen studenten en onderwijzers toegang krijgen tot voornamelijk educatieve websites. Het is een oplossing voor studenten zonder computer die met een smartphone toegang tot het internet nodig hebben. Met een druk op de knop Go activeert de president een free data verbinding. Zo noemt Telesuur de speciale verbinding die toegang geeft tot ongeveer 30 educatieve en overheidswebsites. Free data betekent heel veel, maar niet alleen voor mij, belangrijker nog voor de studenten. Al hele lange tijd werd het veel gevraagd van de gemeenschap, omdat er op de scholen natuurlijk nog een groep studenten is die geen toegang heeft tot wifi of gratis data. En dus nu hebben ze dat. En dus middels free data kunnen ze nou dus hun studie voortzetten en kunnen ze dan toch nog op een of andere manier les doorvolgen. Dit is nog geen volledige oplossing voor afstandsonderwijs, omdat onderwijzers niet via deze weg gratis met studenten kunnen videobellen of WhatsAppen. Maar toegang tot lesstof is wel makkelijker geworden, ook voor leerlingen in het binnenland met een Telesuur mobiele verbinding. Het is juist geschikt voor hun, want je hoeft niet onmiddellijk internet te hebben. We kunnen dus materiaal downloaden en het dan gebruiken. Maar er is een andere mogelijkheid. Telesuur is overal, ook in het binnenland. En het belangrijke hiervan is, ze hoeven niet meer te betalen. Alexander Kafiluddin is oprichter en directeur van Social Being, een website die de communicatie van social media mengt met afstandsonderwijs. Het is een van de 30 educatieve sites die benaderd kan worden via de free data verbinding van Telesuur. Toen Telesuur en ministerie dit initiatief nam van free data, was de vraag natuurlijk van, als je free data geeft, gaat men er geen misbruik van maken. En wat men toen heeft bedacht van, kijk, we gaan het beperken. Dat wil zeggen dat de studenten met die free data alleen onderwijswebsites kunnen opzoeken. Dus dat wil zeggen, ze kunnen niet op een YouTube gaan of op een Facebook of wat dan ook, alleen onderwijs. Dus vandaar dat er dus een lijst is gemaakt van onderwijssites en Social Being is daar ook deel van. Er is ook aan scholen gedacht voor gratis toegang tot internet. Maar het is nog niet duidelijk wanneer zij aan de beurt zijn. Dus de inventarisatie is reeds gedaan van hoeveel scholen hier behoefte aan hebben. Het plan hoe dat uit te rollen, dat is ook allemaal al uitgewerkt. Dus het is nu de kwestie van wat moeten we allemaal nog in place hebben om tot uitvoering te kunnen gaan. Dit zijn de 30 sites die via de free data verbinding van Telesuur mobiel internet gratis bereikbaar zijn. En de 10 minuutjes zijn om. Bedankt voor het kijken. Sriwi Shwiti, Tetamara. Doei doei.